kijk, steentje. Voetbal over Goblin. We hebben de eerste legendary van deze video te pakken, jongens. Oké, de beul als epische kaart. En ook ontgrendeld. Wat voor legendary krijgen we uit deze kroonkist, hè? Oké, 3, 2, 1. De mengelheid. Oké, dat is wel echt een goede kist. 2 voetbal en 8. Uncommons, AP's, Legendary. Ga ik het hebben. Kijk, als ik... Oh, ik dacht even. Zo, als ik hier ben. Wel zit alle kleins vol. Ga ik weer. Hoezo? Iedereen is helemaal zo hoog staan. Ik kan erbij aansluiten. En ja, hier zit het al. De kleinkist staat als klaar. Gold. 62 mortieren. Nee, we hebben geen leedje meer. We hebben als pekka, als epische kaart. Nou, maar het gekaart. Oké. Hebben we bowlers. Boogschutters. Oké. Jullie zien hier de kisten, hè? Ik heb 1 miljoen gems. Dus ik wil dat jullie dit willen liken en delen. Voor deze chest opening. Oké, als je dit hebt gedaan. Dan ga ik nu verder. Ga ik eerst met de bliksemkist. Oké. Hadden we het 160 goud. 3 musketieren. 102 ijsgeest. 17 seppies. En 3 wachters. Gaan we nu een gelukskist. En kans op legendary. 1 op de 10 kisten. Dit zit een legendary kaart. Legendarische kaart. 1800 goud. 15 arches. 37 koboldenbende. 60 vleermuizen. 9 varkensruiten. Nee, 78 gunstelingen. 42 bomtoren en als epische kaart is de pekka.
Oké. Wat voor legendary krijgen wij dus? De eerste legendarische koningskist. Oké, boven nummer 3, 2, 1. ...4200 goud. Raket of drie musketiers? Ga ik voor een raket. Want die is level up. Zou ik voor kiezenbeuring? Tesla of de gunstelingen? Ga ik voor de Tesla. Heet jongens of skeletten? Skeletten, maar ik nog niet uit. Reus of sebbies? Kijk, hier een wondje. Dat is een beetje vervelend. Oké, we kussen de reus. We kunnen toens de schafsteen of oven. Gaan we oven. Tovenaar of vuurbal? Tovenaar. En we hebben een legendary. Oké, reusskelet of woede? Reusskelet. Oké, wat voor legendary krijgen we hieruit? Wat is het geworden? De Aromatic Archer. Maar is de boogschutter? Nou ja, we zijn zo bezig zijn. Open nog eentje. De legendarische koning. Ik weet niet waarom die Wifi zegt. Hij doet het gewoon, man. Vuurbal of... Domte, vuurbal. Mega gunsteling. Valkyrie. Heet die jongens. Nieuw, hè? Ja, hij is dan nieuw. Even. Oh. Ai. Wizard. Oh, soms heb je toch wel eens. 1 miljoen goud. 6 niet bewaren. Ja, dat vind ik een beetje irritant. Dat de private zo niet altijd goed werkt. Maar nu weer wel. Bed. Bedberry unit. Arches. Tovenaar, reuskelet, laat je doen alsjeblieft. Ik zie je zo als dit weer doet. Hij doet het weer. Ja, de Pipe 7 doet het weer. Oké, we kunnen nu kiezen tussen kanon en ridder. Dan gaan we uiteraard voor de kanon. Ja, en als jullie me goed kunnen zien. Nou ja. Ik ga proberen om het iets groter te krijgen. Kunnen we dat? Kunnen we ons iets groter maken? Oh, die zijn een beetje te groot. Oké, we zijn in beeld. Heet jongens. Speerkoblins. Goblinhut. Duistere prins. Barbarian battle. Prins. Wat wil ik nu krijgen? Serious ride. Een neutral wizard op een graveyard. Ja, dan ga ik toch voor graveyard.
Hij is wel iets trager dan normaal, maar we openen nog een legendarische kroegjes. Valkyrie. Iets trager dan normaal. Hunter. En als je de vorige video nog niet hebt gezien, kijk dan hier of rechts in het i'tje zie je de vorige video van mij. Daar had ik ook legendary kindjes geopend. Ik weet echt niet hoe dat komt met het i'tje. Maar ja, als je het i'tje ziet hierboven, dan kun je gewoon kijken. Oh ja, legendarische kaarten. Lumberjack of Bandit? Lumberjack. Oké. Okay. Nou ja, we openen nog wel een tournamentje. Ja, dat is meestal gewoon 100.000 coins. 18, scheidsrammen, 4 tornado, 161 raketten, 1221 elite barbarians, 137 elixir collector, 18.000 punten, 20 pekka's, 256 gold barbaroid, 24 reus skelet, 429 valkyries, 476 genezen. Genezen is echt een heftige kaart. Ik zeg, het is geen aanrader. Ga ik liever de klonen of de spiegel gebruiken. Oh ja, 48 baby draken. Zo, 5k vleermuizen. 5k spiegelbollen. Voor mij hebben jullie alle comments gehad. Maar moeten we hierna? Maar moeten nog een paar rares. Ja. Nu komt de legendaries. Nice, we hebben Inferno unlocked. Yes, yes. Ga ik drie van? Ja, dat is gelijk weer level up. Oh, ik hoop echt zo. Princess Royal Ghost of Miner. Oh, nee. Ik krijg gewoon maar 10. Ja, oh, we hadden nu 10 Royal Ghost gegeven. Oh. Ik maak het even iets kleiner. Nu is het. Oké, wat voor legendaris? Ik heb naar deze keer. Welke legendaris? Oeh. Yes. Oh my godjes. Oh, sorry joh. Dames en heren. Ik heb pijn aan mijn oog. Miner. Ja, ik zeg miner. Ja, ja. Oh, ik hoop zo druk. Ah, ik weet het niet. 9 graveyards. Nou ja. Het is te doen. Gaan we nu voor nog een legendary kindje. Wat er met 1 legendary, 22 epische en 68 zeldzame. 2 200 trouwens. Toen doe ik dan 20 kaarten. 8 keer kiezen. Trek we mijn warriors. GG. Archers. Fireball, Hunter, Bowler, Baby Drag en wat voor legendary. No, oh nee, dit is een dilemma. Dit is een dilemma. Ik zeg het je. En dit is ook wel. We openen nog eentje en dan
stoppen met deze video, want ik moet even uploaden. Oh ja, ik moet jullie, zal ik nog even iets zeggen? Ja, kijk, want dit is al lang het eerste gedeelte van de vakantievlogs. Komt één video per dag om 4 uur. Dus weet je wel, deze komt ook zaterdag om 4 uur. Dus voor jullie is het nu zaterdag of zondag of later. Dus voor mij is het vrijdagavond. Dus ik ben dat ook hier aangekomen. Oké, we openen de laatste Legendary Kings test van deze aflevering. Let's go, de legendarische koninklijke vereniging van Tuttunnelun. Oké, ridder. Kun je kiezen uit barbaren of goblins? Ga ik voor de barbaren. Tovenaar of gasten? Tovenaar. Flying machine? Nee, die vind ik een beetje slecht. Pak eruit. Mega minion. En wat voor apes krijgen we? Golem? Oh, ik vind ik ook wel goed. En we krijgen twee nieuwe, Welke is het allemaal? Roy Ghost? Nee. Twee, we krijgen denk ik twee. Oh, nou ga ik toch even voor de bandit. Nee, we hebben eentje. Nou ja. De outro. Hopelijk vond je deze video tof. Vergeet niet de blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet om mij te laten abonneren. En ik zeg zoals altijd. Later.